Uitwerking van examen 2017, tijdvak 1, opdracht inwendige bestraling. Bij deze opgave eerst een stukje lezen. Ja, dus lees eerst even door, kijk eventjes welke gegevens van belang zijn, druk even op pauze. Na je gelezen hebt, als het goed is, heb je aangegeven dat van belang is dat het hier gaat om jodium 125 en dat die titaniumnaaltjes 4,5 mm lang zijn. Dat zijn de twee gegevens die hier van belang zijn. Dus het hele verhaal is hier te zien. Jodium 125 en de lengte van de buis is 4,5 mm. De vraag gaat natuurlijk wel verder. Ja, xenon 124 wordt beschoten met neutronen. En de isotoop die daarbij ontstaat, die zal tenslotte vervallen tot jodium 125. En dat was nodig. De vraag is, wat zijn de reactievergelijkingen om tot jodium 125 te komen? Een reactievergelijking wordt op bijna ieder examen gevraagd. Het zijn altijd 3 of 4 punten waard en de reactievergelijking is redelijk eenvoudig op te schrijven. Je begint altijd met het product wat je in het begin hebt. Nou, hier begint men met xenon 124, dus dat schrijf je eerst op. Ja, natuurlijk in een juiste notatie. Dat betekent dus bovenaan 124 het massagetal en linksonder het atoomnummer 54. Dan beschiet men het met neutronen, dus er komt een neutron bij. Neutron, natuurlijk moet je dat wel weten, neutron, massagetal 1 en hier staat 0, hè, want neutron is neutraal, geen lading. Die twee samen vormen, nou ik heb links dus 124 en 1, dus dat wordt 125 en die 54 blijkt voor 54, want ja, 54 plus 0, dat is geen rekenmachine waardig. Dit is de reactievergelijking. Eventueel, het hoeft hier niet, maar er komt ook een gamma-foton vrij. Ja, in dit geval was het niet nodig. Hè? Als er staat, geef een reactievergelijking en geef alle producten erbij die daarbij vormen, dan moet zeker het gamma-foton erbij. Je kunt natuurlijk ook altijd zeggen, goh, waarom niet erbij? Een beetje te veel. Maakt in dit geval niks uit. Ik heb dus nu xenon 125. En dat vervalt tot dat jodium 125. Dus, tweede reactievergelijking. Ik begin bij de tweede met het xenon 125. En het vervalt betekent dus dat in het begin er niks anders is. Ik heb alleen xenon 125 en dat vervalt. Het vervalt naar jodium 125. Dus dat is het product wat er ontstaat. En wat ontstaat er nog meer bij? Nou, naar boven 125 en 125 blijft gewoon zo. Dus dat is 0 wat erbij is en eronder 54 en wat 53. Dus betekent dus dat er een eentje bij moet. Dus 0, 1 betekent dat je hier te maken hebt met een positief elektron, oftewel een positron. Een beta plus deeltje mag ook. De punten. Nou, hier staat het al. Eerste reactie. Ja, neutron links en xenon 125 wordt dan gevormd. Tweede reactie met jodium 125 in ieder geval als eindproduct. En natuurlijk klopt een reactievergelijking dus dat de getallen links en rechts allemaal aan elkaar gelijk zijn. 3 punten verdiend. De volgende vraag. Lees eerst eventjes het verhaal door. Ja, je weet nog niet wat er gevraagd wordt, maar wat zijn de gegevens die in dit stukje komen? Even een pauze drukken. En na de pauze zie je dat van belang is dat één foton een energie van 28 kiloelektrovolt. 10 dagen voor de operatie worden ze geproduceerd. En tijdens de operatie, dus na die 10 dagen, moet de activiteit in ieder geval nog 17 megabecquerel zijn. Dus in het begin, tijdens de productie, moet de activiteit natuurlijk hoog zijn, want de activiteit die neemt af. Gevraagd wordt, hoeveel massa moet er nou in één naaldje worden gedaan om op die 17 megabecquerel na 10 dagen te komen. Ja, en het moet in kilogram gebeuren. Oké, dus eventjes op een rijtje. De gegevens, energie, tijd en activiteit na die 10 dagen. En gevraagd de massa van het jodium 125. Nou, eventjes die activiteit is het aantal deeltjes wat per seconde vervalt. Aantal deeltjes, daar kun je de massa uit halen. Dus wat ik doe is,
Ik ga kijken van hoeveel jodium 125 kernen waren er in het begin. Oftewel, hoe groot is de activiteit in het begin. En dan weet ik de massa, wat ik weet, dat de massa van één kern gelijk is aan 125 U. Naar de U-atomaire massa-eenheid. Oftewel, het hele verhaal staat hier nodig. Hoeveel kernen zijn er? Nou, activiteit en het aantal kernen. Die twee die moet je herkennen, want de activiteit kun je berekenen met deze formule. Ja, natuurlijk een logaritme van 2 gedeeld door halveringstijd maal n en n is het aantal kernen. Als ik dit invul en voor de halveringstijd gebruik ik natuurlijk even BINAS. Ja, BINAS, en dan zie je dus dat de halveringstijd 59 dagen is. Je vult in activiteit, halveringstijd. Tuurlijk, de halveringstijd in seconden. Dus invullen en dan krijg je voor n een waarde uit van, nou daar staat het. Maar deze hoeveelheid kernen, dat is na 10 dagen. En ik moet weten hoeveel kernen in het begin. Dus ik moet terugrekenen en doe ik natuurlijk ook weer met de halveringstijd. Ja, en dit is de halveringsformule invullen. En t, dat is dus het aantal kernen wat je na 10 dagen hebt. Ik moet N0 weten. Deze moet ik weten. En let op voor de tijd en halveringstijd. Als je maar gelijke eenheden gebruikt, dan is goed. Dus je mag hier best 56 dagen invullen. Omdat je voor t dan 10 dagen invult. Dit uitrekenen en dan krijg je dat je in het begin zoveel kernen moet hebben. Nou, zoveel kernen. 1 kern is 125 U. Dus de totale massa die je in het begin hebt is deze. En voor U vul je weer BINAS tabel 7 in. En dan krijg je tenslotte 2,9 keer 10 tot de macht min 11 kilogram. De punten. Ja, het was een behoorlijke uitgebreide vraag, dus 5 punten. In ieder geval gebruik van die formule. Nou, dat zou op zich best kunnen. Gebruik van de tweede formule. Halveringstijd van jodium 125 in secondes. Dus als je deze formule hebt gebruikt en je hebt hem correct ingevuld, dan heb je in ieder geval al 2 punten. Inzicht dat die massa is het aantal kernen keer de massa van 1 kern. En tenslotte completeren van de totale berekening. 5 punten. En we gaan weer verder met een diagram. Diagram dosis als functie van de tijd. En er zijn 2 beweringen. Loes, die beweert dat de activiteit van een naaldje na een jaar maximaal is. En Theo zegt dat de activiteit juist na een jaar eigenlijk gereduceerd is tot nul. Vraag is, wie heeft er gelijk en op basis van een figuur moet je het doen? Nou, activiteit. Wat is activiteit? Activiteit is het aantal deeltjes wat per seconde vervalt. En activiteit met het diagram geeft de steilheid. De steilheid is een maat voor activiteit. En dan zie je dus dat in het begin de steilheid hoog is en op het eind is je laag. Dus in het begin is de activiteit hoog en op het eind is je laag. Het is op zich natuurlijk ook wel logisch dat in het begin de activiteit het hoogst is. Want dan heb je nog de meeste deeltjes die vervallen. Maar je moest het op basis van een diagram doen, dus je moet het diagram gebruiken. Kortom, Theo heeft gelijk. Punten, 2 puntjes. Ja, inzicht, activiteit is evenredig met de afgeleide, dus de steilheid van de grafiek. En de conclusie dat Theo dus gelijk heeft. En we gaan gelijk door naar de volgende vraag. En dat is deze. Ja, een figuur. En in de figuur zijn zogenaamde isodozen lijn gedaan. Op één zo'n lijn is de dosis, de gemeten dosis van die naaldjes allemaal gelijk. En je ziet dat in het begin die lijnen behoorlijk grillig zijn. En op het eind zijn ze redelijk afgevlakt en hier al helemaal. Ja, en de vraag is, hoe komt dat? Nou, het gaat om al die naaldjes, ieder naaldje afzonderlijk. Als je één naald zou hebben, zou je een mooi rondje omheen hebben en de dosis op zo'n rondje is precies gelijk. Het is perfect symmetrisch. Maar je hebt niet één naaldje, je hebt meer naaldjes. En al die naaldjes samen, al die rondjes samen, die vormen dus een gezamenlijke isodozenlijn.
En dan zie je dus dat vlakbij de naaldjes, ja, ieder naaldje afzonderlijk een invloed hebben. Maar als je verder af bent, ja, dan zal dat uitmiddelen en dan krijg je dus dat het een beetje mooi glad wordt gestreken. Kortom, van binnenuit, hè, dichtbij, ieder naaldje afzonderlijk, veraf, dan zie je alle naaldjes in feite als één geheel. Eén punt. En dit was hoe je het punt kon verdienen. Drie uitspraken. Even doorlezen en kijk even van welke uitspraak is nu juist en welke niet. Okay. Uitspraak 1. Stralingsintensiteit. Van binnen naar buiten neemt hij af door een kwadratenwet. Dat klopt, kwadratenwet klopt altijd. En absorptie in het weefsel klopt ook, hè, want het is ook nodig dat het geabsorbeerd wordt, want het moet wel, hè, zijn werk kunnen doen. Dus Erik heeft het bij het rechte eind. Mirthe, als een foton niet geabsorbeerd wordt, breekt het oog geen schade aan het tumor. Nou, klopt ook, want als het niet geabsorbeerd wordt, zal hij zijn energie ook niet afgeven en dus geen schade. Dus Mirthe, top, helemaal goed. Frank, die zegt dat de tumor nog steeds reactief is, ook als jodium-125 helemaal verdwenen is. En dat is niet zo. Als iets bestraald wordt, wordt het daardoor niet zelf reactief. Kortom, Frank, je hebt het fout. Punten hiervoor. 3 juist, 2 punten, 2 juist, 1 punt. En 1 of minder juist, 0 dus. 0 punten. En dit was het. Dit was de laatste vraag van deze gehele opdracht. Bedankt voor het behoren hiervan en tot ziens.